Wat zou u doen als u in één dag 1000 euro mocht opmaken? Oh, dan vraagt u mij wat. Shoppen, denk ik. Heb ik nooit besteld gestaan. Nee. Ik zou het geven aan een leuke, mooie vakantie. En ik zou er iets heel leuks mee doen, Daan. Ik zou er echt van genieten, van dat geld. Ja, ik denk gewoon een op spaarrekening zetten en anders gewoon reizen. Ja. Dat was het. En kleding en schoenen en tassen. Absoluut. Ja, dat kan ik heel eenvoudig overzien. Echte vrouwendingen. Ik heb geen idee, want ik ben zuinig. 1000 euro opmaken, ik denk dat ik eerst naartoe zou gaan. Naar de moezel of zo. Ik weet niet. 1000 euro in 1 dag. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik heb alles wat ik wil, dus ik ben met alles tevreden, dus ik zou het echt niet weten. Misschien aan een goddoel geven. Dat is volgens mij heel simpel aan de vakantie. Een modder op 1 dag. Ja, dan is het op. Hartstikke. Ja. Wat zou jij doen als je 1000 euro in 1 dag zou mogen opmaken? Nou, daar hoef ik niet lang over na te denken. Dus ik ben een sportman en ik zou het gelijk besteden aan uitbreiding van mijn sportkleren. Ik denk dat ik heel veel van mijn kleinkind zou kopen. Een grote schommel of een groot tuinstijl of zoiets. Maar niet voor mezelf. We hebben het toch keigoed. Niet dan? Zolang ze maar werken. Hè? Oh jeetje, nou gaan we zo beginnen. 1 dag 1000 euro. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is een goeie. In 1 dag tijd. Oeh. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat je het goed op de spaarrekening zou zetten voor de studie van de kinderen. Denk ik. Een goede vraag. Daar zou ik al vandaan moeten denken. Ja. Kan ik zo niet meteen zeggen. Nee. Delen met de kleinkinderen en de kinderen. Wat zou ik die aan besteden? Dat is een goede vraag. Ik zou een gedeelte schenken en een gedeelte voor mezelf iets leuks voor doen. Waar ik zelf plezier van heb. Dat zou ik doen. Ja. Uit de weggever. Aan mijn kinderen. Voor de rest, nee, zou ik het niet weten. Duizend. Nou, ik denk dat we wel eens een beetje afgeven aan een goed doel. En de rest zelf opmaken. Ja, ik denk dat we gasten zeggen. Kan je leuke dingen doen, ja. Denk ik. Dat denk ik wel. Ik denk wel. Als ik dat niet een dag op moest maken, ja, denk ik wel. Ja. 1000 euro. Makkelijke vraag. Vakantie. Ja, vrije tijd, vakantie. Ik denk aan een mooie kast in de keuken. Ja, stuur al even op de planning. Is in de maak, dus het zou mooi zijn als die betaald zou kunnen worden. Of anders misschien naar de keuken, badkamer, iets. Maar niet zo spannend. Dat is een goeie vraag. En een reisje misschien. En uit gewoon. Ja. Dan zal het wel op zijn. Ja.